zeg altijd, beelden die zitten eigenlijk al in je. Als ik naar tekeningen kijk van toen ik 12 of 13 of 14 was, dan zie ik daar al dingen in zitten die ik nu ook nog doe. Ik ben Hans Grootswagens, beeldend kunstenaar en ik kom uit Oorschot. Ik maak hoofdzakelijk bronzen beelden, maar ik maak ook nog goud en zilveren sieraden, want ik ben ook goud en zilversmid. En ik maak wandpanelen, dat zijn eigenlijk reliefpanelen die afgegoten worden met epoxy. Het is zoals bijna iedereen die in de kunst is. Je begint eigenlijk al heel jong, hè? Als je 3, 4, 5 jaar bent, tekenen was leuker dan voetballen. Dus dat doe je veel. En als je iets veel doet, dan word je er beter in als de rest. En als je iets beter gaat doen als de rest, dan is het ook wel logisch dat je daarmee door blijft gaan. Ik heb ook altijd gezegd, ik wil kunstenaar worden. Eigenlijk wat je leert, en je leert ook op de kunstacademie, is je leert kijken. Kijken is in wezen veel belangrijker dan al die andere dingen. Als je eenmaal kan kijken en je hebt de motoriek, dan kunnen je handen eigenlijk wel zo'n beetje doen wat je wil. Soms begin je aan een beeld, ben je aan het boetseren en is het op een gegeven moment dat je denkt, wow, het gaat als een trein. Maar er zijn ook beelden bij waarvan ik denk, ja, kijk, het boetseren is arbeid. En die arbeid, dus arbeid die je niet telt. Je moet ook kritisch zijn. Dus dat wil zeggen, je hebt een maand aan een ding zitten boetseren, maar je bent niet tevreden. De vraag is, moet je daar dus 5.000 of 6.000 euro bij een gieter bij doen? Of moet je het gewoon in de vuilnisbak stoppen? Meestal is het beter om het gewoon in de vuilnisbak te stoppen, ook al heb je er een maand aan gewerkt. De oude manier van creëren door te boetseren met je handen dingen, ben ik nu langzaam aan het vervangen door digitaal te gaan doen. Dus ik ben digitaal aan het ontwerpen. De wasmodellen die je kan maken kunnen heel ingewikkeld zijn, omdat de printer dat laagje voor laagje opbouwt. Dus je krijgt heel andere sculpturen en dat vind ik wel een uitdaging. Ik zeg altijd, beelden die zitten eigenlijk al in je. Als ik naar tekeningen kijk van toen ik 12 of 13 of 14 was, dan zie ik daar al dingen in zitten die ik nu ook nog doe. En als je je innerlijk volgt, dan maak je eigen werk. En voor een kunstenaar is het belangrijk dat hij zijn innerlijk volgt, want anders ga je het werk van anderen namaken. Dan ben je eigenlijk aan het kopiëren. En kopiëren, dat is datgene wat je nou juist niet moet doen. Hè? Dat ontwikkelen van jezelf en van je innerlijk en je innerlijk naar buiten laten komen. Dan krijg je de beelden die passen bij jou. En daar kan je er ook met passie over praten. En als je ergens met passie over kan praten, dan draag je dat over en maak je andere mensen blij met jouw werk.